Ja, geweldig. Wel een beetje dubbele gevoelens natuurlijk, want dat avontuur gewoon op reis zijn was prachtig. Maar aan de andere kant, we hebben het nu gehaald en we zijn terug. Familie, vrienden, die boodschap is ook wel heel mooi. Hoe was het om hier te arriveren op de campus? Ja, echt mooi. Wel was het zo dat we eventjes moesten wachten totdat we dat hoogtepunt konden hebben. Maar gewoon als je dan het podium oprijdt en je ziet het hele publiek en als team sta je daar dan. Dat is gewoon een geweldig gevoel. Die eerste dag was wel even een harde les. Van, hey, let eens even op, zorgen voor het kan misgaan. Maar ja, toen hebben we gewoon gelijk goed gehandeld. We waren op de juiste locatie en daarna is het niet meer zo erg misgegaan. En op zich geen heftige problemen. Wat was voor jou een hoogtepunt? Voor mij hoogtepunten zijn er eigenlijk twee. Door Kyrgyzije heen rijden op de motorfiets en down Highway 1 in de US. Maar uiteindelijk, overal, elke ding heeft weer zijn eigen mooie puntje. Van als je komt bij een universiteit en dus mensen ontvangen je daar in Iran met de rozes. En dat ze laten zien van, hey, wij maken ook een elektrische motorfiets. Of als je dan bij een elementary school bent in de US en dat ze je echt super moeilijke vragen stellen waarvan je van, oh, daar hebben ze echt goed over nagedacht. Ja, dat is ook zijn eigen hoogtepunt. Het statement was natuurlijk, op een elektrische motor kun je een heel eind komen, letterlijk en figuurlijk. In hoeverre hebben jullie dat ook kunnen verkondigen? Nou, ik denk dat het best wel goed gegaan is. We hebben in elk land wel een evenement gehad. We zijn elke dag wel bij iemand gestopt waar we gewoon persoonlijk contact mee hebben gehad, hebben opgeladen. En zo hebben we overal rond de wereld wel mensen bereikt. Dus ik denk dat we dat doel wel goed hebben behaald. Is het overal gelukt om je motor te kunnen opladen? Ja. Soms kost het inderdaad een beetje meer moeite, moest je de juiste plugs of de juiste locatie vinden om dat te doen. Maar ja, we hadden het hele team bij ons, onder andere dus ook electrical engineers, die gewoon van de doen af wisten en gewoon eventjes konden fixen dat we overal konden opladen. Ik denk dat dit wel redelijk once in a lifetime is. Met een elektrische motorfiets in 80 dagen rond de wereld kan nu nog niemand zeggen dat ze dat hebben gedaan. En mijn vraag is, hoe lang gaat het nog duren voordat de volgende is?